Op 26 augustus is de 28e editie van Culemborg Blues. Inmiddels zijn alle deelnemende artiesten bekend en is er zelfs op Spotify een playlist voor Culemborg Blues 2023 aangemaakt. Er is altijd nog wel meer te vertellen. Ja, ik zeg altijd, zeg je John, dan zeg je Culemborg Blues volgens mij. Hi John. Hi. Hallo. Dit keer de 28e keer, hè? Ja. Wat hebben jullie, om het maar eventjes gewoon plat te vragen, anders gedaan dan vorig jaar? Eigenlijk niet veel. Het is natuurlijk een geoliede machine. Mm-hmm. We hebben in zoverre dingen anders gedaan dat we bezig geweest zijn om mee te doen. Niet alleen dat het moet, maar ook omdat we het zelf wel willen. Met het verduurzamen en het vergroenen van ons evenement. Ja. En dat zal niet heel erg zichtbaar zijn voor het publiek, maar voor onszelf wel. Sommigen zeggen de plastic polsbandjes voor de gasten en voor de band zijn vervangen naar stoffen polsbandjes. Het meest belangrijke, denk ik, waar de gasten wel wat van gaan merken, is plastic. Daar moeten we vanaf. Ja. Officieel in juli 2024. Mm-hmm. Dus daar gaan we ook heel druk mee aan de gang dit jaar. Ja, en krijg je dan een soort van wisselsysteem van bekers, bijvoorbeeld zoals ze bij Appelpop ook gaan doen. Hè? Ja. De eerste keer als je hem koopt betaal je een soort van statiegeld. Statiegeld. En de volgende keer wordt hij dan gevuld. Ja, precies. Zo willen we het wel gaan doen. Dus het is ook heel eerlijk gezegd voor de horeca is het even opletten. Ja. Zeker als één iemand 4, 5 bier komt halen. Ja, dan is het een kwestie van even bekers stellen. Want anders is het 5 bier met 4 bekers. Ja. Is zeg maar 5,5 munt. Dus dat. Ja. Ja, we moeten mee. Ja, zeker. Het is heel simpel. Het wordt opgelegd. Het moet overal straks in Nederland. Als je daar een start mee maakt, ben je toch al heel erg goed bezig. Ik hoop het wel. Ja. Daar ga ik wel van uit. Want het is namelijk zo, het plastic moet allemaal gescheiden bewaard worden. En dan moet het ook op de maandag na ons festival moet het doorgegeven worden aan de gemeente hoeveel er gerecycled is. En dan gaan ze kijken van, hoe gaat het in Culemborg? Ja, nou, klinkt ook wel positief. Een beetje stok achter de deur, maar ook wel heel erg leuk om te weten hoe dat het dan gewerkt heeft. Ja, daar ben ik ook zeker benieuwd naar, want eerlijk is eerlijk. Ik merk nu ook aan mezelf, ik was afgelopen zaterdag in Wijk Beduursteden, was een evenement, festival. En daar zie je gewoon geen enkel beker om je heen. Nee. En het is wel wennen. Want ik zag ook een paar keer dat er iemand dus de beker in de container gooide. En zo'n schrikreactie had van, oké, dat kost me weer een extra muntje. Maar het is natuurlijk wel bijzonder, want op die manier word je er dus wel bewust van. Absoluut. En, en niemand wordt er vrolijk als ze een extra muntje, of die nou 50 cent is of een euro, extra moet betalen voor een extra bekertje. Nee, ik denk eerlijk gezegd, en daar ben ik eigenlijk het meest benieuwd naar, hoe gaat het als de drank in de man is, laat ik het zo maar zeggen. Mm-hmm. Of dat de klant, de bezoekers in ons geval, nog zo scherp blijven. Ja, ik vind het een goed initiatief. Ja. Maar dan het festival zelf, of de dag zelf, laat ik het zo zeggen. Ja. 26 augustus, van hoe laat tot hoe laat? Nou, van 2 uur tot 12:30, hè. Eigenlijk de standaard tijd voor ons. Mm-hmm. 2 uur aftrappen op het hoofdpodium met een oude dinosaurus. We hebben er weer een gevonden. En dat gaat door tot 12:30. Dus, En wie doet de aftrap? Bertus Borgers doet de aftrap. Bertus Borgers familieband. Mm-hmm. Bertus Borgers die waarschijnlijk bij mensen bekend van heeft met Herman Brood gespeeld. Heeft met Harry Musquet gespeeld in QB. En Bertus die is een aantal jaren geleden bij ons. Heeft hij ook de opening gedaan. Waren het niet dat, terwijl het prachtig weer was, helemaal in het water viel. Hij had autopech. Bertus die kwam met de gitarist en een bassist in zijn eigen auto naar Culemborg. En het busje met al het apparatuur erin kwam kapot te staan bij Waalwijk. Maar wij zeggen altijd tegen bandjes, 1,5 uur van tevoren aanwezig in Culemborg. Als er iets is, kunnen we nog reageren. Dat ging niet meer, want wij hoorden, ik geloof iets van misschien 40 minuten van tevoren, van we staan met autopech. Dus wij konden nooit meer naar Waalwijk spullen overladen in een busje van ons en terug naar Culemborg. Nee. Alsof het zo moest zijn, echt werkelijk waar. Er was een jongen bij ons aan het helpen om de bands podium op en af te doen. En die had 2 gitaren meegenomen van een vriend van hem. Mm-hmm. Had hij gevraagd, mag ik dat neerzetten? Want als artiesten dat zien, willen ze misschien wel zo'n gitaar kopen. Prachtig mooi. En
Het was een gitaar en een basgitaar. Dus Bertus die zegt tegen die jongens, hey, kijk eens, gitarist, bassist, pak die dingen en we gaan spelen. In een geïmproviseerd setje. Heeft hij een half uur heeft hij gespeeld, want op het moment dat ik het podium opging om dus het slechte nieuws te brengen, ja, die markt stond ramvol. Ja, en ja. Toen merkte ik eigenlijk van, ja, sorry, Bertus kan niet optreden, want ja, verder kwam ik heel even niet, want er was Oké, maar het goede nieuws is dat Bertus dit en dat gaat doen. En het leuke nieuws is dat ons bestuurslid, Remco de Boer, een hobbydrummer is. En die gaat even lekker een stukje meedrummen. Geweldig, dus dat hè? Was echt te gek. Dus dat was een super apart optreden. Half uurtje. 5 minuten voordat ze klaar waren, kwam het busje dus eindelijk aan met de rest van de jongens. Ja. Maar toen heb Bertus wel gezegd van, luister, ik wil het goed maken met jullie. Wanneer weet ik nog niet, maar... Nou ja, ja, en nu dus. Dat gaat nu gebeuren. Ja. Dat is wel te gek. En het grote verschil is dat Bertus toen met een band was, ja, met gewoon muzikale vrienden, zeg maar. Ik denk dat ze met z'n vijven waren, geloof ik, uit mijn hoofd. En nu komt hij met 12 man, waarvan denk ik zeker 9 allemaal familie is. Zijn vrouw, zijn kinderen komen mee. En waarschijnlijk de aanhang die ook meespelen. Dus dat is echt te gek. Dat gaat wel heel gaaf worden. Ja, ja, dat is al één reden om te komen. Dan heb je nog maar 1 naam genoemd eigenlijk. Ja, precies. Ja. En je hebt het over het hoofdpodium, maar er zijn nog meer podia. Ja. Bertus die opent dan van 2 tot 3. En zoals mensen misschien wel weten, om 3 uur begint het overal in de stad. Mm-hmm. Het begint, de café-locaties beginnen in de Tollestraat. Bij de binnenpoort, bij de tapperij. En ook bij het kasteeltje en Café de Mart, zeg maar. Maar ook op de Varkensmarkt. Want daar hebben wij ons andere buitenpodium. En zoals bekend en standaard. En dat vinden we nog steeds superleuk dat we nog steeds kunnen doen. Begint dat met Kids in the Blues. En dat is dus een muziekschool Kek uit Culemborg. Mm-hmm. Hans van der Heijden en Judith Jobsen die dat begeleiden. En die stomen gewoon, de afgelopen maanden zeg maar, zijn ze dus bezig om de Kids in the Blues Band klaar te stomen. Ja, dat gaat weer gewoon een feestje worden. Leuk. Dat is zo gaaf. Ja, dat is echt heel erg leuk. Ook voor de kinderen natuurlijk. Mm-hmm. Naast dat het leuk is, is het ontzettend spannend. Want die zijn hartstikke zenuwachtig. Papa, mama komt, broertje, zusje, vriendje, vriendinnetje en noem maar op. En gewoon de rest van het publiek die door de jaren heen weten dat het in Culemborg is. En ook de andere volwassenen, zeg maar. Die vinden dat ook gewoon... Het is ontzettend aandoenlijk om te zien. He, het effect van gitaar, waar ga je met het meisje naartoe of zo? Of waar ga je met het jochie naartoe, omdat die nog net niet omval. Maar wel de Sterren van de Hemel speel. Ja, mooi. Is daar wel eens iemand uitgekomen dat jij weet die bijvoorbeeld groot is geworden? Of redelijk groot, al is het maar in Nederland? Ja, volgens mij wel. En dan kan ik je zo niet... Logisch, hè? Het is ook een vraag waarmee ik je even overval. Ja. Maar als ik even snel nadenk, zijn het er, dacht ik, zelfs 3, als ik het goed zeg. En ik weet niet zeker meer. Het zijn een drummer, dacht ik, en 2 gitaristen, volgens mij. Ja. Ja. Nou ja, het feit alleen al dat iets wat jij zo mooi zegt, hè? Kind of gitaar, waar ga je met het kind naartoe? Ja, en dat er dan toch uiteindelijk iets moois uit voortkomt, wat dus wel gewoon misschien ook wel inderdaad de boterham ermee kan verdienen, is natuurlijk helemaal geweldig. Dat is top. En dat is ook het leuke ervan. Ik zeg ook altijd, er zit zo ontzettend veel talent in Nederland. Mm-hmm. En dat zal in andere landen ook zo zijn. Maar dat is echt ongekend. Daar kijk je van op. Want soms dan denk je ook van, waar heb je gezeten al die jaren? Dan ineens is daar een zanger, een zangeres of een fantastische muzikant. En dat vind ik ook het mooie van Kek. En daar ben ik ook heel blij dat we dat hebben in Culemborg. Dat er een podium is, zeg maar, voor kinderen die wat willen gaan doen. En of dat nou blokfluit spelen is, of saxofoon, of trompet, whatever. Het is te gek, want ze krijgen gewoon een opleiding daarin, zeg maar. Mooi. Ja. En maar het hele programma wat jullie hebben is helemaal al rond. Ja, gelukkig wel. En noem nog eens iets waarvan jij zegt, van daar kijk ik ook heel erg naar uit. Zonder anderen tekort te doen, hè? Ja, precies. Nou ja, ik ben blij dat sinds jaren Matanya Joy Bradley weer in Culemborg komt spelen. Zij komt samen met een gitarist. Matanya heeft al in het verleden 2 keer op Culemborg Blues gestaan met haar band. En fantastische zangeres.
En dat was ook altijd, mensen werden ook heel vrolijk van als we die aankondigden. Dus dat vind ik leuk. En ook wel, aangezien je nog steeds eigenlijk niet veel doet, vind ik het heel tof dat ik, simpel gezegd een berichtje naar haar stuurde via Facebook. En hoe zit je eigenlijk 26 augustus 2023? Waarop ik een reactie kreeg, want, met een big smile. Nou ja, dan hebben we weer Culemborg Blues. Hoe denk je erover? Ja, graag. Oh, leuk. Dus dat was echt heel tof als dat. Ja. Maar wat ik ook heel leuk vind, is dat we dit jaar twee volwassen Culemborgse bluesbands hebben. Mm-hmm. De winnaar van de Parel van de Betuwe, Toy Merle, die komt spelen. En we hebben de Struck Up. En de Struck Up, daar zitten twee oud-bestuursleden in van Culemborg Blues. Oh, leuk. Toen ik ooit mee begonnen ben, toen waren die jongens ook. De drummer en de bassist, die stapte toen gelijk met mij in. En gewoon door de jaren heen, door alle goede redenen hoor, zijn ze gestopt met het organiseren van het festival. We hebben nu een superleuke band. En die hebben ook een podium kunnen geven, dus daar ben ik ook wel blij mee. Ja, ja, dus dat is tof, ja. We hebben ook de winnaars van de Dutch Blues Challenge hebben we. Die hebben we sowieso al geboekt, omdat wij eigenlijk ieder jaar geven een gig check, heet dat dan, geven we aan de winnaars. Van, een gig check? Een gig, dus een optreden. Een gig in het Engels, een gig check. Dus dan geven wij een check aan de winnaar van de Dutch Blues Challenge. Die band die gaat naar Memphis toe, in Amerika, om Nederland te vertegenwoordigen met allemaal andere Europese bands. Nou ja, dus wij hebben ook gezegd, oké, jullie zijn de winnaars, beloofd is beloofd, jullie komen Culemborg Blues spelen. Dus die, daar ben ik blij mee dat we die hebben. Voor de rest denk ik dat wij best wel heel veel blues hebben. We hebben ook een beetje Southern Rock, zeg maar, met de Live de Leeuw Band. Vind ik ook te gek, lang geleden dat we die hebben gehad. En live is ook bij ons begonnen om mee te spelen als jochie. Ga je weer, jochie op zijn gitaar. Toen was hij, ik denk dat live 14 was, gok ik. Dat hij mee kwam spelen met een band. En dat is nog eens een keer gebeurd. En toen had hij zijn eigen band. Nou, en live, die is komen spelen. En een heleboel jaar ook niet. Mm-hmm. Er is ook heel veel gebeurd binnen de band. De zangeres is zanger geworden. Dat is Sam Jansen. Die heeft ook een fantastische solo tournee gedaan eigenlijk. Waarin hij het verhaal vertelt van zijn transitie. Yeah. Hoe dat allemaal gegaan is. Echt super. Ook begeleid door de Live de Leeuw Band. Maar goed, het was wel zijn ding. Dus Sam Jansen. Ja. Ja, die band die doet het ook ontzettend goed. Dus dat vind ik ook heel tof dat we die hebben. En misschien wel een klein beetje een wens. Wat een aantal jaren niet is gelukt. Omdat gewoon de agenda's niet pasten. Is Erja Littinen uit Finland. Dat is een zangeres-gitariste. Die is zeg maar ongeveer zo groot. Ja. Ik heb zo'n aantal maanden geleden in Eindhoven even kort mogen ontmoeten. We gingen eigenlijk voor een optreden van haar op een festival in Eindhoven. Er speelde ook Live de Leeuw Band. Nou ja, goed. Heel even snel kwamen ze ergens tegen. En oh ja, Culemborg Blues, leuk. Oh ja, ik heb er zin in. En we komen lekker kijken naar je optreden. Tof. We zien je zo wel. Veel succes. Live de Leeuw is klaar. En wij zeggen tegen elkaar van, nou, we gaan even wat eten. Het was buiten. En iemand heeft zijn barbecue aangestoken. Nou, het bleek er een brand te zijn. Een paar straten verderop. Nou, op last van de politie moest het hele plein ontruimd worden. Dus geen Erja Littinen. Maar, nou goed, we hebben ze wel heel even gezien, heel even gesproken. Ja, ja. Het optreden komt in Culemborg. Nou, ja. weet je wat ik heel mooi vind als je dit zo bevlogen zit te vertellen? Er zit overal een verhaal achter. Ja, het is niet, wel. Ja, het is niet zo dat je kijkt van, nou, weet je wat? Dit lijkt me wel wat en dat lijkt me wel wat. Nee, dat klopt. Iedereen staat er eigenlijk met, omdat er wel ergens een verbinding is geweest. Of je hebt ze ontmoet, of al een keer eerder geweest. Ja. Of, of ga zomaar door. Ja, dat klopt. Ja, je hebt ook nog de The day before the day after, zeg ik het dan goed of niet? The night before the day after. Oh, maar goed. Ja. En dat is op de vrijdag dan? Ja, dat is op vrijdagavond. En dat is in de stad in diverse horecagelegenheden, volgens mij. Ja, ja. Ze mogen buiten de optredens doen. Dus eigenlijk betekent dat, leg een kleed voor je deur neer van je horecagelegenheid, zet daar het beentje op. En dan heb je gewoon een kleine geluidsontheffing, krijg je dan vanuit de gemeente. En dan mag je buiten tot 11 uur herrie maken, om het zo maar te zeggen.
Je mag niet een podium neerzetten, want dan val je onder een evenementenvergunning. Net eigenlijk als de dag erna. En doe jij gewoon kleedje, beentje en lekker spelen tot 11 uur buiten. Dan is het een geluidsontheffing. Ja, mooi. Dus dat is hartstikke leuk. En er zijn, even gaan denken, 1, 2, 3, zijn 4 horecagelegenheden die meedoen. De 3 op de markt en in de Tolstraat. Mm-hmm. En dat wisselt elkaar een beetje af. En dit jaar begint het, in plaats van 7 uur, begint het al om 6 uur. Ik vergeet er één, sorry. Op de Havendijk, ook een beentje. En eigenlijk is die vrijdagavond, doen wij als organisatie, Stichting Culemborg Blues, als promotie. Ja. Als promotie, uiteraard voor Culemborg. Ook een beetje natuurlijk voor onszelf, want het is de vooravond van. En iedereen die van buiten de stad is, of gewoon zin heeft in meer blues als alleen zaterdag, die komen gewoon lekker naar de stad. Dus het is eigenlijk echt meer iets van de cafés dan van ons als organisatie zijnde. Maar wij nemen het wel mee. Ja, mooi. Het begint er nu over. Hè, en, ja, en het is een opwarmertje eigenlijk. Ja, ja, zeker. En dat is ook hartstikke leuk. Want het idee is eigenlijk geweldig zoals het ooit ontstaan is. Want toen leefde Martin nog van Café de Mart. En die zei een keer, John, er komen mensen bij mij en die zitten gezellig te kletsen en te doen en een drankje te doen. En die horen bijvoorbeeld André Hazes. Hij zegt, maar dat zijn wel bluesmensen die zoiets hebben. En die dus ook tegen hem ooit eens hadden gezegd van, joh, heb jij geen bluesbeentje? Ja, ja, ja. En dat was het idee. En dat maakte ons eigenlijk ook wakker van, ja, waarom niet? Het hele programma staat natuurlijk bij jullie op de website, noemde je eens een keer. Culemborgblues.nl. Ja. En dan 26 augustus in Culemborg. Gratis entree. Kijk, ook dat nog. Waar kan ik er nog meer over zeggen? Genoeg parkeergelegenheid, internationaal programma. Het is altijd supergezellig. En dan zeg ik altijd, sluit ik eigenlijk af altijd met dan het mooie weer nog. Ja, precies. Ja. Dat is het enige wat je niet, kan bestellen. Nee, niet ik wil zeggen, we maken altijd het grapje van de week na Culemborg Blues vorig jaar. Heb ik gelijk dat ik ze op Giro weer betaald aan het KNMI voor goed weer dit jaar. Ja, precies. Ja. Maar dan zeg ik er ook altijd heel eerlijk bij, af en toe raken ze die nog wel eens kwijt. Ja, ja, lachen ze. Nou, dat is natuurlijk een hele leuke om ook mee te eindigen in dit geval. Ja. Laten we zorgen dat dit keer dus jouw overboeking of je kaartje of wat dan ook wel terecht is gekomen. Ja. Dat het mooi weer wordt. Ja, en ik vond het fijn zijn. Ik vond het leuk dat je er was en we kijken ernaar uit. Naar de 26e, dank je wel. Dank jullie wel voor de uitnodiging en de tijd.